functie is tekenkamercoördinator. Wat het inhoudt is zeg maar ervoor zorgen dat alles binnen de tekenkamer goed geregeld is. En dat betekent dus het werk verdelen, zorgen dat de planning op tijd is en dat alles zo snel mogelijk naar werkvoorbereiding kan. Dagelijks werkzaamheden zijn heel veel tekeningen nakijken, planning bijhouden, dus ook heel veel vergaderen. Zorgen dat de planning goed loopt en dat alles op tijd ontworpen is en gemaakt is. En wat ik ook veel doe is begeleiding van jongere tekenaars, stagiaires. De tekenaar krijgt een opdracht om iets uit te voeren, zeg maar. Er komt uiteindelijk een tekening uit. Die kijk ik na en dan wordt deze doorgestuurd verder in het proces naar werkvoorbereiding. Die gaan we weer inkopen. Dan komt uiteindelijk de onderdelen binnen, die komen in de werkplaats en dan worden ze geassembleerd. Wij ontwerpen, zeg maar, van niks tot een volledige unit. Er zijn heel veel verschillende disciplines binnen het bedrijf. Dus ik denk dat voor technische mensen is het gewoon, er zit altijd wel iets tussen, zeg maar, wat je zou kunnen doen hier. Ik vind het leukste dat het nooit hetzelfde is. Het is nooit saai. Ik begin eigenlijk altijd om 6:00 AM. En thuis kom, dan weet ik eigenlijk niet meer precies wat ik allemaal gedaan heb. Omdat ik zoveel verschillende dingen gedaan heb. En dat vind ik echt wel altijd leuk. Een van mijn grootste hobby's is wel de motocross. Ja, mijn zoon die doet actief motocross, die rijdt wedstrijden en het is 80% is eigenlijk sleutelen en 20% is rijden. Dus daar steek ik heel veel tijd in.